Nou, meneer Langneus is zoek. Ja, maar ik dacht nog dat hij niet gebroken was, omdat... En dat heb ik zo'n lange tijd niet op. Echt, ik ben daar nog niet. Oh, en ik mag er echt aan gaan geloven. Goedemorgen, het is maandag. Ben ik nu een smurf? Ik noem jou net een smurf. Het is maandag, onze laatste en extra dag vakantie. En we zijn al gezellig met Kaylee. Sarah's met Kitty. En Kitty, ja, ze heeft wel Kitty's plek altijd, hè? Als ze Kitty vlogt, zit Kitty altijd daar. Oh. Maar Kaylee heeft de telefoon niet vast. En we hebben taart. Yay. Dus we gaan even de taart opeten van gisteren. Wat zeg je? Mijn vader was gisteren. Je vader was gisteren. En hij heeft een trui gekregen. Een vest. Ja, en hij heeft een luchtje. Parfum. En meneer Lange Neuf. En een, ja. Oh ja, die moet ik laten zien. Sarah heeft wat geknutseld voor de vaders verjaardag. En dat is een lange neus. Nou, meneer Lange Neus is zoek. Dus als ik hem later vind, zal ik hem nog laten zien. Ja, ik zie het. Kaylee is naar huis. Die moest werken. En Sarah en ik zijn onderweg naar... Het tuincentrum, want er is een bloempot gebroken en die gaan we even vervangen. Kaylee was maar heel hard aan het ronddraaien. Ja, het was heel grappig. En toen ging Mickey verlopen. En toen liet ik Minnie Mouse los. Ja, dat was niet heel handig. En toen kwam hij zo tegen het bloempot. Ja, en ik dacht eerst dat hij... Maar hij ging echt helemaal naar de tafel toe. Ja, maar ik dacht nog dat hij niet gebroken was, omdat het gaf helemaal geen knal. Maar hij was wel echt in, weet ik veel, stukken. We kijken gelijk even of we nog wat anders leuk zien. Tennissen. Je gaat alleen steeds langzamer lopen. Oh, kijk hoe leuk dit allemaal is. Ik word hier zo hebberig van. Maar ik ben op zoek naar roze onderzetters. En ik heb eigenlijk nu zin om voor de hele kerst alles roze te gaan kopen. Maar ik wil ook nog geen kerst kopen tot na Sinterklaas. Maar oh, kijk dan. Echt geweldig dit allemaal. Dus ik heb het vermoeden dat de boom dit jaar roze gaat worden. En we hebben weer een nieuwe pot. En nu gaan wij even gezellig samen voor de tv hangen. En ik kan kauwen met mijn mond. Ja, dat was niet te missen. Wel een beetje met je mond dichtkauwen. Vies peuk. En we gaan even genieten van het laatste dagje vakantie. We gaan even samen Glee kijken. En... Ja, en ik heb studiedag vandaag. Ja, dus... En daarmee een extra vakantiedag. Wij gaan aan de koffer kijken. En Marco heeft net een stokbroodje voor mij gebakken. Echt super lekker. Met sesamboter weer. En dat heb ik zo'n lange tijd niet op. Ik heb hier zo'n trek in. Oh. Het is lekker aan het smelten. Marco gaat pizzatjes ook nog maken. En nu een hele aflevering aan de koffer. Niet maar 10 minuten en dan is die afgelopen. Het is weer helemaal omschakelen. Ik heb gewoon net een bakje alweer klaargemaakt. En een beker. Gewoon weer school. Echt, ik ben daar nog niet. Ik vind vakanties altijd zoveel te snel voorbij gaan. Dus eer dat ik daar ben in mijn hoofd, dan is het eigenlijk alweer voorbij. Echt, ik vind het zo oneerlijk. Oh, en ik mag er echt aan gaan geloven. Ik mag... mijn bed in en ik moet er morgen weer vroeg uit. Ik zou echt willen dat ik dit nog gewoon 3, 4, 5, 6 weken kon uitstellen. Gewoon zeg maar een zomervakantie. Maar goed, school is belangrijk. Daar houden we ons maar aan vast. En ik hoop echt dat ik morgen niet ga verslapen, want ik zit zo in het vakantieritme. En dat na een week, echt bizar hoe snel dat gaat en hoe lang het duurt. Voordat je dan weer terug in het ritme bent. Maar goed, ik ga even op tijd naar bed. Dus ik wil de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!